We zitten wel in de Ademtoren, maar dan niet op de plek waar we normaal gesproken zitten. Want ja, het gebeurt niet vaak dat hij in het land is, dus ik dacht, daar moeten we gebruik van maken. Robert Bridgman is hier. En je bent echt niet vaak in Nederland, toch? Nee, zo min mogelijk. En hoezo zo min mogelijk? Nou, ik woon in Frankrijk, in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de Pyreneeën. En ik vind het daar heel erg vrij fijn en prettig. We hebben daar bijna niemand in de buurt. En ik voel me daar gewoon goed. Ja. En als ik hier ben, vind ik het ook leuk eventjes. En dan denk ik ook alweer gauw van, ja, wat is hier druk? Er is veel energie, er is veel te doen. Ik blijf daar graag een klein beetje buiten. Dus wat dat betreft heb jij wel echt op een gegeven moment een soort switch gemaakt in op zoek naar de rust. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Want het is een, ik zou bijna zeggen, klassiek verhaal. Ik heb een paar gesprekken geleden gezegd, en dat meende ik niet echt, maar het komt ook ergens vandaan, dat ik zei, ja, soms verlang je bijna naar een burn-out, of in ieder geval zo'n soort schakelmoment. Dat is precies wat jij wel gehad hebt. Jij was baasje, 80 man personeel onder je in de bouwbusiness. Niet vies van drank en drugs. En op een gegeven moment, ik geloof dat jou ook vertaal werd. Bam, ontslagen. Neem ons even mee naar Robert, waarbij ik me nu helemaal niks meer kan voorstellen zoals je hier tegenover me zit. Maar ook dat is een stukje van je geweest. Ja, dat is zeker een stukje en een belangrijk stukje geweest. Ik heb nooit een burn-out gehad. Nee. Maar wel een aantal ervaringen die achter elkaar kwamen. Inderdaad een ontslag. En daarna mijn ex-vrouw die het genoeg vond. En in die periode kwam eigenlijk een stukje terug die ik als kind al had. Dus als kind, ik was heel, heel creatief, onschuldig. Natuurliefhebbend kindje. Ik wilde boswachter worden, weet je wel. Ik was altijd bezig met natuur, met dat soort dingen. En het leven is me een beetje overkomen. Ik kwam er niet uit. Ik wilde mensen helpen. Ik was altijd bezig met armoede en recht en onrecht. Ik vond daar geen gehoor in. Dus op een gegeven moment ben ik me gaan conformeren aan het leven. Wat bedoel je ermee? Conformeren aan het leven? Nou, precies wat ik zeg. Te conformeren aan het beeld wat je bij het leven hebt. Weet je, ik heb heel veel gereisd in mijn jeugd op zoek naar mensen die me antwoorden konden geven. En ik heb die antwoorden nooit gevonden. Dus ik kwam op een gegeven moment terug. Toen heb ik letterlijk de gedachte gehad, oké, dan ga ik maar succesvol worden. Dat is blijkbaar dus de bedoeling. En dus een vrouw, een huis, een bedrijf, alles. Dan ga ik maar succesvol worden. Dan zal ik er wel naast zitten, weet je. Dan, ik heb als kind al het gevoel gehad, dit klopt niet. Het leven wat we leiden, de wereld waar we in leven, die klopt niet. En ik ben op een gegeven moment rond mijn 21ste, toen ik terugkwam, dacht ik, ja, ik zit ernaast. Het is blijkbaar, is dit het? Nou ja, dan moet ik me maar voegen. En toen ik een jaar of 10 later, toen knapte die bel eigenlijk. Hè? Dus doordat ik kon niet meer in dat bedrijf functioneren. Ik was er helemaal klaar mee. En zij waren ook wel klaar met mij. Was je een leuk mens of juist niet? Nou, het ligt een beetje aan waar je wat je was, zeg maar. Ja. Nee, okay. Kijk, ik was voor mijn medewerkers wel heel goed. Want ik weet nog dat ik ontslagen werd. En dat verschillende. Ik had een bouwonderneming, 80 mensen, schilders, timmerlieden. En dat op het moment dat ik ontslagen werd, een aantal ploegen van de bouw afgingen en zeiden, als hij hier niet werkt, werk ik hier ook niet meer. En ik ben toen met 40 man naar het volgende bedrijf gegaan. Dus voor mijn mensen was ik wel goed. Middenkader vond ik altijd maar geldslurpers. Die vonden mij ook niet zo heel aardig. En op een gegeven moment kreeg ik met mijn compagnons en met mijn geldschieters ook. Het was op een gegeven moment gewoon niet meer leuk. Maar ik vond het ook niet leuk. Ik zat niet op mijn plek. Ik was daar helemaal niet gelukkig. En dan ik was steeds opgeblazener, steeds dikker, steeds meer zuipen, steeds meer. En dat moest ook gewoon een keer doorgeprikt worden, die ballon. En toen was dat een verschrikkelijke barst in mijn ego. En nu is het een zegen. Ja, het is fantastisch dat het gebeurd is. Dat is wat je dus vaak hoort. Dat bedoelde ik inderdaad met, ik weet dat het geen burn-out was bij jou, maar dat is echt zo'n turning point. En dat zou ik zeggen, nou, dat ligt heel dicht bij verlichting aan. Vervolgens ging jij dus een zoektocht. Dat spreekt me heel erg aan, want dat is precies wat Koekeroe is. De zoektocht die ik dus ook laat zien en horen. En jij hebt echt een hoop dingen meegemaakt. Want uiteindelijk heb je je eigen methode ontwikkeld, waar we natuurlijk later op komen. Voor de mensen die het niet kennen, de Bridgman-methode. Wat eigenlijk
nou ja, van alles wat is. Je hebt de krenten voor jezelf en ook voor, de, ja, voor mensen die jou volgen. Dus eruit gehaald van een beetje van dit, een beetje van dat. Wat waren de eerste, ja, de eerste methodes, zeg maar, waar je in belandde? Het begon met een soort bureaustudie. Ik werd wakker en toen dacht ik... weet je, ik was weg bij dat bedrijf en ik dacht, ja, ik kan nu wel weer een volgende baan zoeken. Dat heb ik achteraf ook gedaan, maar ik heb er een half jaar tussen gezet. Waarin ik, er was een soort barst ontstaan in de muur, hè, tussen het leven wat ik op dat moment leidde en het leven waarvan ik altijd het gevoel had dat ik het zou moeten leiden. Het leven wat ik nu leid. Mm-hmm. En die barst, er zat een soort van licht kwam daar doorheen. Ik dacht, ja, als ik nu hier doorga, dan word ik nooit gelukkig. Weet je, dan zit ik straks weer en weer en dan blijft dit maar gebeuren. Ik moet door die muur heen. En ik ben toen gaan studeren. Ik was op zoek naar de waarheid. Ik dacht dat er een waarheid bestond. En dan ga je eerst allerlei religies en mystieken. Dus de christendom en de gnosis. De islam en het soefisme. Ja. Het boeddhisme in verschillende vormen. Het hindoeïsme, de Advaita Vedanta. Dus ik ben het allemaal gaan bestuderen. En allemaal tot me gaan nemen. En workshops in gaan volgen. Ja, ik wil het zeggen. Want bestuderen, is dat boeken lezen? Of, boeken lezen, workshops volgen, internet dingen doen. En op een gegeven moment kwam ik met mijn hoofd niet verder. Dus ik denk, ja... Weet je, het is leuk. Ik krijg heel veel kennis. Ik leer makkelijk. Ik krijg heel veel kennis. Maar dit is niet wat ik kom er niet in of zo. Toen dacht ik, wat zou nou de ingang zijn? En overal waar ik keek, kwam ik direct experience tegen. Directe ervaring. Het gaat om directe ervaring. We leven in een wereld van taal, van woorden, van cijfers. Maar, zeggen ze in de Advaita Vedanta, omschrijf de smaak zoet in woorden. Kan niet. Nee, kan niet. Die kun je alleen maar ervaren. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is het. Ik moet het gaan ervaren. Ik moet het niet gaan weten. De boeken allemaal hartstikke leuk. Die cursussen ook. Die workshop, toen had je nog niet zoveel podcasts en zo. Maar ik dacht, dat is allemaal hartstikke leuk, maar ik moet het gaan ervaren. En toen dacht ik, de manier om te gaan ervaren, ja, dat zal dan wel meditatie zijn. Want iedereen mediteert. Jezus deed het. En Mohammed en Boeddha is er groot mee geworden. Dus ik heb toen meditatie in de woonplaats waar ik toen woonde ingetoetst. En daar kwam mijn eerste meditatieleraar naar boven. Was toen al achter in de 70, nu zit ik in de 80. En Dingeman Boot in Zwolle, voormalig boeddhistisch monnik. En bij hem in zijn centrum ging ik zitten voor de eerste keer. Je moet je voorstellen, je komt dan binnen. Ik was een soort van bouw. Ik was gewend om in pak te lopen. En weet je, snelle jongens, snelle wagen. Ja, en ik kwam daar binnen en ik dacht, Jezus, wat een stelletje geitenwolle sokken, joh. Hey, wat doe ik hier? Ja. Maar ik ging zitten, ik deed mijn ogen dicht. En ik was thuis. En toen dacht ik, fuck, dit heb ik al zo vaak gedaan. Dit is niet de eerste keer dat ik dit doe. Dit is niet nieuw. En daarom ging het ook heel snel. En meditatie, yoga. Nou ja, mijn televisie ging de deur uit. Ik stopte met vlees eten. Ik begon allerlei... Je gaat nu heel snel, maar in welke... Dat ging echt in weken. Ja, oké. Dat was echt in weken tijd. Okay. En toen dacht mijn ex-vrouw, nu is die echt helemaal gek geworden. Ja, dit is gewoon klaar. Ja, nu is het weg. Die is verdwenen toen met een collega. En sorry dat ik lach, maar jij zegt dat net zo. Je zegt dat zo even met een collega. Ja, waar ze niks mee had, zei ze. Nee. Maar waar ze nu wel mee getrouwd is en gelukkig mee is. En daar ben ik heel blij. Dat is fijn, toch? Ja, nee, oké. Okay. En zij ging weg en toen dacht ik, ja, dit is het. En normaal gesproken was ik in allerlei genotsmiddelen geschoten en uitgaan en zuipen en drugs en vrouwen en weet ik veel wat. Mm. En toen dacht ik, nee, dat ga ik nu niet doen. Ik ga door die pijn heen. Ja. Ik had inmiddels geleerd dat pijn een poort naar verlichting is. En ik dacht, ik ga er gewoon dwars doorheen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment op de wc zat, of all places, en dat zij weg was, deed zoveel pijn. Ik schreeuwde letterlijk haar naam uit. In één keer knapte er iets in wat ik nu weet dat mijn energielichamen zijn. Er was een het was alsof er een ijsberg, alsof ik een ijsberg was. En zo de buitenste delen zo wegzakten. En dacht ik, wow, dit is het dus. Dit is wat ik altijd gevoeld heb dat er was, maar waar ik niet bij kon. En toen is het daarnaast heel snel gegaan. Toen heeft Dingeman me naar Nepal gestuurd om meditatieretretes te doen. Te ondergaan, hè? Te ondergaan, ja, nee, zelfs okay, in. Ja, ja. Ik gaf toen nog geen les. Nee, precies. En toen kwam ik in Zwolle met een groep mensen... Ik kwam uit Zwolle van origine... met een groep mensen in aanraking... die daar een soort centrum aan het bouwen waren. En daar ben ik in bestuur gegaan. En dat vond ik toen helemaal te gek. En ik werkte daarnaast als... Ik deed wat interim werk, 2,5 dag in de week. En wij hadden daar Tibetaanse lama's... en Noord-Amerikaanse shamanen. En Althusser Rossiter, een Engelse leraar... die nog steeds mijn leraar is. En het was hindoeïstische leraar, boeddhistische leraar. Dat was zo'n gave tijd... En alles wat ik kon vinden
Wat ging om direct experience, wat ging om de ingaan, dat ben ik gaan doen. En dat ging sneller en sneller en sneller. En op een gegeven moment krijg je van die ervaringen, van die eenheidservaringen, hè, dat je in meditatieretraites of op andere plek, dat je zo diep gaat dat alles één is en dat je overal doorheen kijkt. En die ervaringen die hebben me heel erg geholpen in het doorzien van ja, de illusie waar we met elkaar in leven. En dat is eigenlijk de basis geworden van, oké, we leven in een illusie en die dus eigenlijk alles. Alles is één en alles wat afscheiding is, is illusie. Dat is die afscheiding, die als je kijkt naar een mens, is dat een deel nog spiritueel. Als je het over de ziel bijvoorbeeld, of het karma. Dus een deel mentaal, een deel emotioneel, een deel fysiek, een deel in persoonlijkheidsstructuur. En eigenlijk is het, al die delen is niet wie iemand is. Dus al die delen kun je iets mee. Ja. Al die delen die iemand dus niet is. Als je het niet bent, dan kun je eraan werken. Ja. En dan kun je het dan veranderen, kun je transformeren. Ja, en vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan eigenlijk naar methoden die waarmee je kunt transformeren. Dus methoden waarmee je kunt verdiepen, maar ook methoden waarmee je kunt transformeren. Dus enerzijds heb je de trillingsverhogende methoden, zoals non-dualisme, boeddhisme, wat in feite ook een vorm van non-dualisme is. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in Tibetaans boeddhisme, Theravada boeddhisme met de Vipassana meditatie. Ik wil net zeggen, maar dat zijn toch voornamelijk meditatie. Wat die, ik moet niet zeggen religies, want dat zijn het dus niet, maar wat die leren, wat je daar kan beleven of wat je daar kan doen, dat is toch mee, of zijn er ook andere dingen? Ja, meditatie is natuurlijk een klein onderdeel van de filosofie. Ik heb in Vietnam gewoond 2 jaar, dat is later pas in het verhaal. Maar ik had een Vietnamese vriend, een Vietnamese monnik waar ik mee bevriend ben geraakt. En ik gaf met hem samen les op een Canadese school toen over boeddhisme. Waar we met steen gevraagd om wat te komen vertellen over boeddhisme. Ik zal nooit vergeten, hij zei, it's not a religion, it's not a philosophy, it's an education. En dat is wat het is. Het is niet het is geen religie, het is ook geen filosofie, het is een educatie en het is een way of life. Dus die meditatie, die ondersteunt je bij het leven. Maar het gaat er ook om, hè? Ethiek is belangrijk. Dus hoe sta je in het leven? Hoe ga je met anderen om? Hoe ga je met jezelf om? Het ontwikkelen van compassie, het ontwikkelen van universele liefde, hè? De metta in het boeddhisme. Het ontwikkelen van wijsheid, dat staat voorop. En meditatie is één van de manieren. Ja. Er zijn natuurlijk talloze meditatievormen om dat te doen. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurde. Ja. Dus enerzijds die methode steeds verder verdiepen. Daarom zijn we toen ook naar Azië, mijn huidige vrouw Monique en ik. Ik ben toch even nieuwsgierig, want het wordt nu bijna toch een soort levensverhaal. Hoe heb je haar leren kennen? Want dat, ja. Op een feestje. Oh, gewoon heel... Ja, ik werkte in de Rotterdamse haven en we kwamen elkaar gewoon bij... Waar jouw ex er niks van moest hebben, is zij wel degelijk ook. Hè? Vonden jullie elkaar wel op het spirituele vlak of in ieder geval zelfontwikkeling, hoe je het ook wil noemen? Ja, ze was ook op het pad. Ja, nog steeds. Ja. En toen zijn jullie, want dat vind ik wel heel intens, toen hebben jullie dus inderdaad even in Vietnam een jaar of 2 gewoond. Ja. Ja. En wat hebben jullie daar precies gedaan? We hebben daar een centrum opgezet, Lyon Center, dus Live Your Own Nature. We zijn daar eigenlijk gaan coachen. Mensen die daar wonen? Ja, mensen die daar wonen. Ja, weet je wat er gebeurd is? We waren op een gegeven moment in Nederland bezig met al die methoden. En we hadden al talloze dingen onderzocht en in verdiept. En we begonnen te coachen en seminars te geven. En wij leerden mensen, volg je passie. Want als je passie volgt, dan opent het universum zich. En dan komen de juiste... Dat was in Nederland, hè? Dat was in Nederland. Ja, okay, ja. En dan komen de juiste mensen en ervaringen en alles wat je... En kansen komen gewoon op je pad. Maar dat is natuurlijk makkelijk praten, want we zaten goed. Hè? We hadden een goede bedding en... Dus we zijn toen naar Vietnam verhuisd. Eigenlijk hebben we gezegd, wat er ook gebeurt, we volgen onze passie. Dus we doen alleen maar wat we echt heel gaaf vinden. En geen bedrijf of beginnen of baan aannemen uit angst voor geld of statusgebrek. Ja. Maar gewoon ervoor gaan. En hoe kom je bij Vietnam dan? Ja, dat was vrij... precies. Nee, Monique was er wel eens geweest op reis. Die vond het tof. Okay, ik had er qua werk wel eens wat mee te maken. En toen dachten we, gaan we daarheen? En toen hebben we een eenkamerappartementje gehuurd. En we zijn alleen maar gaan doen. Nou ja, ik begon met energiebehandelingen geven. Ik was inmiddels ingewijd in de Reiki en de Shambhala en de Touch of Matrix en een aantal andere healing methodes. Nou, ik ga daarmee aan de slag. Ja. En Monique begon yoga te geven. Dat vond zij te gek. Ja. En op een gegeven moment vroeg iemand, kun je me dan ook... Die zei, was een dame, ik zal het nooit vergeten. Ze zei, ik heb een boek gelezen. Dat heet De Monnik die zijn Ferrari verkocht. En jij bent voor mij die monnik. Kun je meer doen dan alleen maar mij energiebehandeling geven? Kun je me ook coachen of teachen? Ja. Ze zei, is goed, gaan we doen. Dat heeft passie, dat voel ik. Dus ik ben haar gaan coachen. En er kwamen allerlei mensen op af. Dus op een gegeven moment had ik een coachpraktijk ineens.
midden in An Phu, de expatwijk van Saigon. Met Engelsen, Canadezen, Russen, Vietnamezen, Maleisiërs, Japanners. Echt mensen van over de hele wereld. Het was een super interessante tijd. Wow. Want je leert wat conditionering is bij mensen. En mensen uit verschillende nationaliteiten zijn anders geconditioneerd. Maar uiteindelijk zit de mens... zitten mensen allemaal hetzelfde in elkaar. Ja. En dat heb ik daar... Ook zeg je daarmee ook wel dezelfde struggles eigenlijk? Uiteindelijk wel, ja. Met conditioneringsnuances. Ja. Nee, en in die tijd ben ik in de leer gegaan... 1,5 jaar bij een Thais energiegenezer. En ik ben totaal zo'n 8 jaar bij een sjamaan in de leer geweest. En steeds in allerlei kloosters geweest. En weet je, dus we bleven verdiepen. En op een gegeven moment hebben we een centrum geopend. En dat hebben we na 1,5 jaar was dat. En 1,5 jaar hebben we daar een klein centrumpje gerund. Waar allemaal experts kwamen. En toen gingen we in het Vietnamese bedrijfsleven gingen we lesgeven. En daar was ook vraag ineens naar meditatieles en zo. Ja. En ja, zo ontstond het. En waanzinnig. Door eigenlijk alleen maar te doen... wat ons hart ons ingaat. Ja, maar ook een beetje waar de wind je heen brengt, dus begrijp ik. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Ja. En ik weet, een vriend van Koekeroe, mag ik zeggen, dat jij de fameuze, hij heeft het een paar keer gedaan, maar er is 1 keer dat Wim Hof, want daar heb ik het over, Koekeroe vriend, de Kilimanjaro is beklommen met een paar gasten in een boxershort. Ja. En jij was er één van. Ja, ik was de eerste. Bij de eerste keer was ik erbij. Ja. Ja. Toen ik terugkwam in Nederland, was in 2012, toen hoorde ik... Ik was heel erg geïnteresseerd in Tummo-meditatie, een Tibetaanse meditatievorm, met de Inner Fire. Ja. En toen hoorde ik van de IJsman en toen dacht ik, nou, dat is tof, die ga ik eens bellen. En zo kwam ik in contact met Wim en dat was nog voordat Wim... Wim is natuurlijk op een gegeven moment doorgebroken mm-hmm. en wereldwijd is hij nu bezig. Maar het was voor die tijd en toen dacht ik, nou, dat is leuk. En dan ga ik met toen zijn eerste opleidings- of zijn tweede opleidingsjaar die teacher training gedaan. Ja. En toen ging hij de Kilimanjaro op. Ja, toen ben ik meegegaan, dat was echt heel gaaf. Dus ja. de allereerste groep in korte broek. Ja. We zijn toen 48 uur omhoog gelopen. En ik heb die bandjes nog steeds... Oh ja, je hebt heel veel bandjes om, maar dat is... Er staat Kilimanjaro op een Hakuna Matata. Dat is altijd een goede danker. Ja. Nou, en jij hebt later, dat is wel een paar jaar later hoor, 3 jaar later. Heb jij zelf een groep meegenomen de Kilimanjaro op? Ook heel erg. Ik heb met veel fascinatie documentaire gekeken... die nog steeds op jouw site staat. Ja. Waarbij, ik hoop dat de meeste luisteraars en kijkers... de kracht van ademhaling niet meer hoeft te worden uitgelegd... maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden. En dan spreekt die documentaire weer boekdelen. Want eigenlijk, ik heb er niet zoveel verstand van... maar je weet wel dat een berg beklimmen, dat is iets heel heftigs. Wat dat doet met je mentale... en ook je fysiek eigenlijk. En door ademhaling en jij coacht ze... en je sleept ze er allemaal doorheen, joh. Ja, dat was een mooi avontuur. Nee, ik kreeg een kans. Er gingen 2 groepen omhoog. 2 groepen van 23 ondernemers... en die allemaal ongeveer in dezelfde staat waren. En ik kwam in contact met een cardioloog. Hij is nu hoogleraar in Maastricht. En Arnoud van het Hof... En toen zei en Marius Nijland, een vriend van me, die organiseerde dat. En die zei, joh Robert, zou het niet leuk zijn als we het ene groep gaan met die ademhalingstechnieken gaan coachen en de andere groep niet en kijken wat er gebeurt. Toen zei ik, dat vind ik gaaf, maar dan wil ik er wel een film van maken. Ik maak graag documentaires, weet je. En dat vonden zij goed. Dus uiteindelijk hebben we die film gemaakt waarbij je inderdaad wel toch wel een klein verschil ziet tussen de groep die omhoog gegaan is met ademhaling en die groep die niet. Je zegt het nu even, je maakt graag documentaires van een heel andere orde, maar ook zeker wel als het gaat om waar ik in ieder geval zelf mee bezig ben en ik denk wel meerdere mensen, gewoon het beste uit het leven halen, niet alleen voor jezelf, maar voor de wereld. Heb jij ook een documentaire gemaakt, Vlees? Toen heet die Vlees? Ja, Stoppen met Vlees. Stoppen met Vlees. Ik ben er nu mee bezig. Dus binnenkort komt die uit. Oh ja, precies. Ja. Wanneer, of was dat al vrij vroeg in jouw proces, in jouw reis, dacht je, oké, dit is niet oké. Ik stop met vlees eten. Al bijna in het begin. Oh echt? Ja, dat was heel snel. Okay. In de eerste weken. Ik at echt heel veel vlees. Ik ben ook opgevoed met 3 keer per dag vlees. Ik at heel graag varkensvlees. En je liet dat in één keer allemaal... Je bent echt gestopt met roken, gestopt met vlees. Roken, dat ging dan niet in een paar weken tijd. Alcohol ook niet. Maar dat is allemaal afgebouwd, zeg maar. En het is niet zo dat ik... Ik heb een tijdje als een soort monnik geleefd. Ja. Maar dat doe ik nu niet meer. Dus ik drink een glas op zijn tijd en ik rook een sigaar op zijn tijd. En ik maar is dat niet... dit is onwijs een zelfprojectie, hoor. Dus vandaar dat ik de vraag stel. Is dat niet juist veel moeilijker?
Wat? Als je het, beetje doet. Ja. Ja, dat is veel moeilijker dan dat je het helemaal doet. Ja. Weet je, ik was gewend alles of niks. Dus ik, precies. Als ik rookte, rookte ik 2 pakjes per dag. Ja, nee, als ik dronk, dan gingen er 2 flessen leeg. Exact, ja. Exact. En nu, nu kan ik het bij 1 glas houden. Wauw. Of bij 1 schaar of 2 scharen, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, top. Ja, mooie vraag. Ja, ja, en dat vlees, dat gaf jij, ik bedoel dat energie gaf en zo, dat geloof ik wel. En wat er zijn gelukkig, ja, is dat een goede, nou een hype zou ik het willen noemen, maar we zitten in een goede tijd als het gaat om ja, vegan leven. Dat wordt steeds wel steeds meer... Steeds beter, ja, dat, precies. Dit is steeds beter verkrijgbaar en steeds meer informatie erover. Wat is een beetje de bottom line, als je dat zo kan zeggen, van de film? Waar richt hij zich op? Nou, niet helemaal op vegan. Hè? Want ik ben zelf ook niet helemaal vegan. Nee. Ik eet wel eens wat... ik woon in Frankrijk, dus zonder die Franse kaas wordt het leven heel lastig. Dus ik ben niet helemaal vegan. Maar waar het me om gaat is dat we hebben een bio-industrie. En in de bio-industrie weet jij alles van. Daar gaat het gewoon mis. Als het gaat om dierenleed, als het gaat om milieu, als het gaat om gezondheid van mensen. En daar moeten we mee stoppen. Want er is een vierde element die ik niet in de film terug laat komen overigens. Omdat ik de film voor een breed publiek wil inzetten. Maar er is een vierde element. En dat is dat er zoveel... We slachten 6,2 miljard dieren per jaar in wereldwijd. Dat is heel veel angst. Ja. Dat is heel veel paniek. Dat is heel veel stress. Exact. Alles is energie. Ja. We leven in 1 energiematrix. Dus wat gebeurt er? Al die angst, al die paniek, al die stress slaat terug op ons mensen. En daar leven wij vervolgens mee. We eten het, exact. Maar ook in de energie komt het op ons af. Dus we moeten daar gewoon mee stoppen. En stap 1 vind ik, als iemand flexitariër wordt of heel bewust... weet je, bij ons in de buurt heb je van die koeien die lopen met hun hoorns op en hun kalfjes en koeien en hun stieren vrij in de Alpen. Als je dat eet, vind ik het al heel anders... Ja. Dan dat je een koe uit een fabriek eet. Ja, ja. En de tweede is, als mensen vegetariër worden, vind ik dat nog mooier. En als mensen de kracht hebben om helemaal vegan te gaan, dan vind ik dat... Ben jij helemaal vegan? Eet jij helemaal vegan? Nou, nee. Daarin heb ik nu eindelijk wel een soort van balans gevonden. Ik heb dat een tijd gedaan. En toen liet ik het weer helemaal vallen. Toen dacht ik ook niet, maar dat voelde echt niet goed. Ik dacht, ik kan niet nu net doen alsof ik... Dus ik denk nu, 80% vegan. Ja. En er is toch wel... jij hebt dan echt helemaal geen vlees meer. Ik ben, maar dat zeg ik eerlijk... Ja, dat is het slechtste excuus. Maar dat is wel voor mij een drijfveer. Ik ben ook heel erg bezig met trainen en je lijf gezond maken. Ja, dan zit je toch ook te kijken naar gewoon cijfers. Ja, dan heb ik af en toe nu toch weer dat ik denk... Ja, ik pak toch een stukje kip. Weinig koolhydraten, veel eiwitten. Ja. Maar ik... Het voelt niet goed, laat ik daar eerlijk in zijn. Nee. Want wat jij zegt met die angst, ergens... Ja. Nou, ik zal niet zeggen dat ik het proef, dat is natuurlijk onzin. Maar ik voel het wel. Ja. Het is niet voor trainen hoef je niet te doen. Hè? Je kunt die aminozuren kun je supplementeren. Ja. Ja. Een beetje, hoe is het spul ook alweer? BCAA of wat ik weet niet. Ja, precies. Ja, nee, ik weet het. Maar nee, ik begrijp het. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon wat eten. Ja. En dat is natuurlijk met alle respect voor een hoop van die vegan dingen... zijn qua waardes niet per definitie de beste. Nee. Want ze zijn gewoon, goed. Nee. Maar het kan wel hoor, want ik weet nu al, nu ik dit zeg, dan kunnen de mensen echt allerlei sporters noemen die het ook doen. Dus het is ook gewoon... Ja, je moet anders gaan eten inderdaad. Die bij ons ik woon in een centrum in Zuid-Frankrijk en wij wonen met een groep mensen en we koken elke dag vegan. Ja. Maar we hebben geen burgers of vleesvervangers, omdat het is gewoon een andere manier van koken. Andere manier van met groenten en bonen en dergelijke werken. En dan heb je gewoon alles wat je nodig hebt. Wat jij zegt met de matrix, tenminste ik denk dat te begrijpen, wat jij zegt van er is eigenlijk maar 1 energie, dus haal je het een ergens weg, komt het andere erbij. Alles staat met elkaar in verbinding. Ja. Maar ik vind sommige dingen, en die zijn ook lastig hoor, maar bijvoorbeeld, ik hoor jou daar ook wel eens over. En misschien kan je het uitleggen. De 5e dimensie. Ja. Wat is de 5e dimensie? De 5e dimensie. Laten we eventjes het kader schetsen. Je hebt, een dimensie is een trillingsfrequentie. En je hebt op deze planeet heel veel verschillende trillingsfrequenties. En als het gaat om bewustzijn, dus de mate van bewustzijn die we hebben als mens, heb je worden er 13 dimensies onderscheiden. En 13? Uiteindelijk 13. Ja, oh, 13 dimensies op aarde. Oh, okay. En uiteindelijk heb je is het natuurlijk allemaal 1. Dus ook dit is een mentale invulling van iets wat eigenlijk
één is. Hè? Dus er is een absolute werkelijkheid. En binnen die en er is een relatieve werkelijkheid. Binnen de absolute werkelijkheid is alles één. Binnen de relatieve werkelijkheid kunnen we het indelen. En dat helpt met de mentale kadering. Maar dat betekent dus dat je hebt hele lage frequenties en je hebt hele hoge frequenties. En die dertiende frequentie, dat is ook wel de Boeddha-frequentie. De frequentie van, als je die bereikt, zeg maar, door beoefening en door alles wat de Boeddha deed, dan verlaat je als het ware de ahat, de non-returner, dan verlaat je als het ware. Maar hebben wij het over, zijn dit de frequenties die ik ken van muziek ook? Alpha, Nee, dit zijn bewustzijnsfrequenties. Bewustzijnsfrequenties. Ja, dus je praat eigenlijk over het andere. Kijk, je hebt materie, vervolgens energie. Ja. Ja, alles bestaat uit energie, alles bestaat uit trillende moleculen. En die energie die gaat over in bewustzijn. Dus bewustzijn kun je ook wel, is de hoogste vorm van energie. Alles is één. Alles is materieel aan elkaar verbonden. Als je vanaf de maan naar de aarde kijkt, zie je één bolletje. Ja. Alles is energetisch. Het is één groot moleculenveld of atomenveld. Hè, en alles is bewustzijn. En die binnen die laag onderscheiden we 13 dimensies. En die 13e dimensie is de dimensie van verlichting. Hè. Zo wordt het gezegd. Ik ben daar niet, dus ik weet dat niet. Maar daaronder zijn allerlei gradaties. En wat voor de meeste mensen belangrijk is zeg maar, waar zit het collectieve menselijk bewustzijn in deze tijd? En het collectieve menselijk bewustzijn in deze tijd, daarvan zeggen we, die bevindt zich eigenlijk nog in die derde dimensie. Er zijn uitzonderingen, hè? Er zijn mensen die hebben zichzelf tot een zevende dimensie ontwikkeld en een dertiende dimensie. En het is heel lastig, want we praten over hoog en laag, terwijl het eigenlijk niet bestaat, maar ik denk dat ik dat wel duidelijk heb gemaakt. Wat er nu gebeurt in deze tijd, is dat we die derde dimensie, dat is een lage frequentie, lage trilling. Dus dat is, passen ook lage energie, laag trillende energie past daarbij. Dus dan heb je het over angst, over macht, over controle. Ja. Hè, over iets wat we tegenwoordig heel veel zien. Hè. We worden met in die derde dimensie gehouden als mensheid. En op het moment dat je dat gaat ontstijgen, de ascensie, dan kom je in de vierde dimensie, dan ontstijg je dat al wat en kom je al wat meer in dat eenheidsbewustzijn. En langzaam maar zeker ga je als het ware van dat derde chakra van de macht naar het vierde van de liefde, naar het hart. Ja. En dat bewustzijn, dus dat we veel meer vanuit ons hart gaan leven in plaats van vanuit controle, dat noem je ook wel de vijfde dimensie. Of het Christusbewustzijn, of het Aquarius-tijdperk, of het Dwapara-tijdperk in het Hindoeïsme. En er zijn natuurlijk talloze verschillende lezingen van. Je hebt het zojuist echt, en ik heb het, bedoel, het is niet dat ik het nooit gegoogeld heb zo. En het blijft natuurlijk, en dat is ook logisch, want sommige dingen zijn gewoon niet mooi in woorden uit te leggen. Dat maakt het leven ook mooi, maar thanks Robert, want je hebt het wel het mooiste uitgelegd. Ik vind dan wel, als ik eerlijk ben, vind ik het al een groot gat als het gewoon een trap is. Als er 13 zijn, dan vind ik de vijfde voelt nog onder de helft. Ja. Maar goed, dat geeft me. Het is al een hele grote stap als we dat met elkaar. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ergens, ik bedoel, jij hebt natuurlijk wel verlichtingsmomenten gehad. Ja. Ja, het is misschien niet heel gek om van jezelf te zeggen, maar waar zou je jezelf schalen? Nou, zou ik het weten, dan zou ik het nog niet. Nee, maar rond en erbij? Nee. Dat is ook gek hoor. Dan wordt het ineens toch bijna een soort wedstrijd. En ik snap dat het ook. Precies wat je zegt, want het blijft dualiteit. En een van de kenmerken van de vijfde dimensie is ook het ontstijgen van de dualiteit. Ja. En het ontstijgen van die vorm en het hoger, lager, sneller, beter. Maar dat is de bottom line. Eigenlijk iedereen die dit hoort, makkelijk wil ik niet zeggen, maar is wel terdege in staat om daar te komen. Ja, ik denk dat het voor ieder mens mogelijk is. We zeggen eigenlijk dat sinds 2012 is zo'n eikpunt. Er is natuurlijk heel veel over gezegd en over geschreven. Er zijn films over gemaakt. Ja. Je krijgt allerlei tegenkrachten bij zo'n eikpunt. Hè. Er wordt allerlei propaganda lagen komen daar overheen. Maar uiteindelijk was het een heel zuiver moment waarin we die overgang van richting, zeg maar, waarop laten we zeggen dat, want al die 13 dimensies zijn er altijd, zijn ook in ieder moment, ieder mens altijd aanwezig. Ja. In principe accessible voor ja. Nee, maar goed, ieder mens is verlicht ook. Uiteindelijk, we zijn al verlicht, precies. Nee, helemaal, We zijn al één. En, maar die sinds 2012 zeggen we dat voor het collectieve menselijk bewustzijn, binnen het collectieve menselijk bewustzijn, het voor iedereen mogelijk is om zich in die vijfde dimensie te openen. En dat zie je dus ook heel veel gebeuren. En dat is de nieuwe tijd, het nieuwe werken, het nieuwe met elkaar omgaan, de spiritualisering van de samenleving.
je ziet het aan alle kanten gebeuren, dat mensen worden wakker. Dus eigenlijk ben jij, los van, weet je, je noemde het net terecht, een soort angstige tijd waarin we zitten. Je bent ook wel positief. Ja, ik ben heel positief. Ja, ja. We zitten ook in een goede tijd. We zitten in een hele goede tijd. Ja, het is het verhaal van het moet eerst erger worden voordat het beter wordt. En daar zitten we nu in. Zeg maar, weet je, als je zo lang... We praten over een periode van 13.000 jaar... waarin we zeg maar zo diep afgegleden zijn in die derde dimensie. En als je zo lang zo diep gaat... dan zijn er natuurlijk allerlei mechanismen... en allerlei conditioneringssystemen... die willen dat graag zo houden. En op het moment dat wij als mensheid nu hieruit aan het komen zijn... dan gaan die krachten die gaan werken. En dat betekent dus dat je... het komt onder druk te staan. En je krijgt een soort van overdrijving... van die derde dimensiekrachten... die controle willen houden. En dat is bijvoorbeeld 1,5 meter van elkaar blijven. Dat is een soort overdrijving, ja. En dat is wat je nu ziet. Dus we zien dat het lijkt nu slechter te worden... maar in feite zitten we vlak voor de doorbraak. Nou weet ik dat dat jij in het begin, terwijl je op je ontdekkingstocht... en ook gewoon eigenlijk al toen je allerlei dingen, cursussen deed en toestanden... heb je ook voor Google Search Inside Yourself. Ja. Ja, ik denk dan, ik heb geen idee waar het bedrijf nu staat... maar jij hebt daar een kleine inzage in gekeken of niet. Je hebt dat gevolg van... Ja, weet je, dat zouden toch ook dan de bedrijven moeten zijn... Die dit naar de massa brengen? Of ja, ik weet niet zo goed. Wat is Search Inside Yourself? Wat is het? Ja, het, laten we eerst zeggen dat het mooi zou zijn als dat zo was. Hè, dat die bedrijven dat doen. Ja. Search Inside Yourself is een initiatief dat binnen Google geboren is. Het was een bottom-up initiatief. Dus het is uiteindelijk... nooit. Het is wel Google breed uitgerold, maar het was meer een iets wat vanuit het personeel voor het personeel ontstond. Ja. En ik kwam daar in 2012 mee in aanraking toen we weer naar Nederland gingen. En wat zij hebben ontdekt is hoe je meditatie binnen het bedrijfsleven kunt verpakken en geven. Mm. Want er was een man binnen Google, Chadden Mengtan heet hij, en die een Singaporeese medewerker van Google. En die dacht, ja, de meditatie, die beoefende ook verpassen naar meditatie. En dacht, ja, dat is goed. Dat moeten eigenlijk, als we dat nou met z'n allen doen, misschien krijgen we dan wel wereldvrede. Als iedereen binnen Google mediteert en Google heeft zo'n positie binnen het bedrijfsleven en mensen in andere bedrijven dat ook gaan doen, misschien kan ik dan wel de voorwaarden scheppen voor wereldvrede. En, maar goed, toen is hij een meditatielesje geopend in zijn afdeling en daar kwam geen hond op af. En toen heeft hij Stanford erbij gehaald. Toen heeft hij een aantal emotionele intelligentie experts erbij gehaald. En toen zijn ze gaan kijken naar, oké, wat doet meditatie dan met het brein? En wat doet meditatie dan met het ontwikkelen van emotionele intelligentie? Dit was in 2006 dat ze dat deden. En daar is een programma uit ontstaan wat zo intelligent in elkaar zit, dat het eigenlijk ze noemen het mindfulness-based emotional intelligence training. En het is een manier om door middel van meditatie, hersentraining, emotionele intelligentie binnen organisaties, dicht bij de mens, maar ook dicht bij het werk te brengen. En dat is een non-profit geworden, het Search Inside Yourself Leadership Institute. En die geven over de hele wereld nu trainingen bij grote clubs. En wij zijn daarvoor in Nederland, ik heb een aantal social entrepreneurships, dat weet je. En eentje daarvan werkt binnen het bedrijfsleven, een soort Trojaans paard. Ik geloof erin dat we daar heel veel transformatie kunnen brengen. Ja. En hoe meer mensen we te helpen transformeren... Ik hoor er heel weinig van, als ik eerlijk ben. Maar Er gebeurt heel veel. Ik zit ook helemaal niet onwijs in de business. Er gebeurt heel veel. En dit programma bijvoorbeeld geven we binnen grote banken... en overheidsinstellingen en dergelijke... om daar een verschil te maken. Ja. Ja. Maar, goed. Ik zeg niet dat... Ik bedoel, het is al lang mooi dat ooit dit initiatief door zo'n bedrijf... toch geboren is. Omdat mensen ook de tijd mochten spenderen aan andere dingen. Maar ergens, ja... Nou ja, wat ik net al zei, hoop je heel erg dat ook de krachten zijn die de mensheid, want daar hebben we het dan over, ook nog even een duwtje zou geven. Ja. Maar goed, we kunnen het ook bij onszelf houden. En zo heb jij, want daar zijn we dan nu ergens als we de storyline een beetje volgen, op een gegeven moment de Bridgman-methode ontwikkeld. Wat ik al eerder al zei, maar ik weet niet of ik dat goed uitleg, een beetje de krenten uit een hoop verschillende methodes. Ja, een soort best practices, zo zou je het kunnen noemen. Kijk, het is ontstaan vanuit het besef van eenheid. Dus op het moment dat ik die eenheidservaring had... dan dacht ik, ja, dit is eigenlijk het eindpunt.
Hier willen we naartoe. En ik ben niet verlicht en ik zal dat ook nooit zeggen. En ik heb veel gemediteerd in allerlei kloosters in Azië. Dat soort van verlichtingservaringen die ik heb gehad. Die heeft een monnik 3 keer voor het ontbijt en dan nog 5 keer na de lunch. Weet je wel dat idee? Oké. Dus het stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor. Maar het geeft wel een inkijkje in een absolute werkelijkheid, in het ultieme. En dat inkijkje heb ik eigenlijk meegenomen terug. En gezegd, dus wat ik eerder in dit gesprek ook al aangaf. Er is een eenheid en daar zit dus een illusie van afgescheidenheid, een conditioneringslaag in. En die bestaat uit een spiritueel deel van een ziel, hoger zelf en karma, je vorige levens of andere levens, parallele levens. Een mentaal deel, een emotioneel deel en een fysiek deel en een persoonlijkheidsdeel. En dan heb je nog je relaties met je buitenwereld. Nou, als je al die delen als processen gaat zien, dan kunnen ze, net als alles in het leven, als je naar die plant kijkt, die plant is aan het groeien. Als die niet groeit, dan gaat die dood, dan krimpt die. Die staat niet stil. Dus alles in het leven is of groei of krimp. Dus ook fysiek is een mens continu in groei of krimp. Emotioneel, mentaal. En daar ben ik vervolgens naar gekeken. Hoe kun je dan het fysieke lichaam in groei brengen? Nou ja, dan kom je op dingen als voeding, yoga, sport, lichaamswerk. Weet je, er zijn talloze methoden die zich daarmee bezighouden. Touch of Matrix vindt daar een mooie in energiebehandelingen. Het emotioneel lichaam, hoe kun je dat dan in groei brengen? Nou, dan werk je bijvoorbeeld aan het transformeren van blokkades. Bijvoorbeeld met regressie- en reïncarnatietherapie. Ik gebruik de Alterzaar-methode veel. Met EFT, er zijn talloze methoden voor. Een ander stuk, het ontwikkelen van zelfliefde. Hoe doe je dat dan? Nou, dus kom je in de chakra's, het openen van het hartchakra. Er zijn allerlei methoden voor. Mentaal gezien, maar dat is ook weer een stukje projectie mijnerzijds. Kan je daar een klein tipje van de sluier of kan ik of moet ik gewoon een cursus bij gaan volgen? Dat is altijd een goed idee. Ja. Maar bedoel je over chakra's? Over zelfliefde. Als jij zegt van ja, dat is voor jou dan een soort van gesneden koek. Ik vind zelfliefde een heel... Nou, ik merk wel dat er bij mij nog daar een hoop werk aan de winkel is, laat ik het zo zeggen. Dus als jij zegt van, chakra's, heb je een soort oefening of hoe... Ik ga ervan uit dat zelf, je bent niet je lichaam. Je bent ook niet je emoties, je bent niet je gedrag, je bent niet je persoonlijkheden, je bent niet je gedachten, je bent niet eens je karma, je bent niet eens je ziel. Hè? Dus maar je ziel is wel wat we de hoogste vorm van zelf noemen. Er zit nog één laag boven het ik ben of de spirit of boeddha natuur. Eigenlijk al deel van de mensen dat al verlicht is. Maar daaronder, om maar even een hogere laag te blijven, is je zielslaag, je zielsbewustzijn. En als je het over zelfliefde hebt, dan heb je het niet over, in mijn optiek, je lichaam helemaal geweldig vinden. Of dat, wel het accepteren daarvan, maar niet dat je en dat liefde geven en dankbaarheid geven. Maar het gaat er niet om dat je in de spiegel kijkt en jezelf helemaal fantastisch vindt. Mm. Dat is een misvatting, denk ik, die mensen hebben. Of dat je jezelf, je persoonlijkheid... ik vind ook niet alle leden van mijn persoonlijkheidsstructuur leuk. Nee. Ik accepteer ze wel, maar soms kunnen ze je verschrikkelijk in de weg zitten. Uiteindelijk gaat dat zelf om de verbinding. Zelfliefde gaat voor mij om verbinding maken met je ziel. Nou, je ziel, er zijn een aantal poorten naar de ziel. Hè? De pijnappelklier is er eentje van. Het kristalpunt, de thymusklier hier in je borst. Ja. En het hart. Ja. Natuurlijk ook die andere chakrapunten. Maar dat zijn belangrijke plekken. En als je het hart kunt openen en je kunt de blokkades rond dat hart weghalen, dan merk je dat het gaat stromen en dat die zelfliefde als het ware van binnenuit komt. En dan wordt het veel makkelijker, omdat het van binnenuit komt, om al die andere lagen ook te accepteren. Dus om jezelf mentaal, in persoonlijkheid, in emotie, in fysiek te nemen zoals je bent, te accepteren en ook lief te hebben. En want als je bijvoorbeeld, ik was niet lang geleden op een groot Kabbalah-congres in Israël. En daar zaten 10.000 Kabbalisten bij elkaar. Wij mochten daar filmen. Die hadden het ook over zelfliefde. En die zeiden eigenlijk, zelfliefde is gevaarlijk. Zelfliefde is een symptoom van het ego. Ja. Want er is geen zelf. Nee, als je het zo... Dan klopt de term misschien niet helemaal. Precies. Er is geen zelf, dus... Ik denk dat er een misvatting is. Want op het moment dat ik uitlegde aan hun... maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel... die verbinding maken met je hoger bewustzijn. Ja. Toen zeiden ze, dat is ook wat wij bedoelen. Ja. Maar je moet oppassen dat je niet voor de spiegel gaat staan. Nee, mooi. Tegen je lichaam zegt, ik hou van je. Je kunt dat wel tegen je ziel zeggen, maar niet tegen je lichaam. Ja. En jij helpt daar mensen dan in, ook misschien door echt healingachtige dingen. Hè? Weet je, ik ben opgeleid in Thailand en daar was een healer en die heeft me geleerd hoe je energetische operaties doet.
En dus dat in dat fysieke lichaam, maar ook in het emotioneel lichaam, in het mentaal en het spiritueel lichaam. Mm. En hoe je in iemands karma kunt komen met je handen en met je bewustzijn. En ik ben 1,5 jaar bij die man geweest en ik heb zoveel geleerd van hem, omdat die lagen, iedereen heeft het over fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, maar als je het erin gaat werken, ja, en je gaat ook op traumaniveau daarin werken en op gedachteniveau en overtuigingsniveau en je haalt er dingen uit en je krijgt daardoor, je pakt iets en je ziet iets en je zegt het, of en je cliënt ziet het ook, ja, dus je ontwikkelt een bepaalde vorm van helderziendheid, ja, en je gaat daarmee, ja, het is zo gaan leven voor me, dat ik die blokkades ben gaan zien. Dus als ik naar een mens kijk, dan zie ik die verschillende lichamen, maar ook wat daar stroomt en wat er niet stroomt. Waar het blokt. Mm. En op het moment dat je dat ziet, dan kun je ook die blokkades kun je ook transformeren. Ik ben niet van het weghalen. Nee. Want er zit altijd een les onder. Er zit altijd een karmisch iets achter. Dus je moet wel weten wat je doet. Ja, maar ergens is het, maar ergens, en ik geloof zelfs dat het een wijsheid is die ik van jou heb. Transformeren is toch juist niks anders dan, het is al in jezelf. Alleen je ziet het en je laat het vallen of je haalt het weg. Maar het is. Ja, je zet het. Ik heb mezelf aangeleerd om alles wat je transformeert om te zetten in liefde. Want het is energie. Stel je voor, je hebt een trauma vanuit je verleden. We doen dat op Terra Nova, een centrum in Zuid-Frankrijk. Hebben we transformatieretretes. Ja. Komen mensen, 10 mensen en die hebben iets. Weet je, die hebben all walks of lives. Maar die hebben iets en daar willen ze aan werken. Dat kan een trauma zijn uit hun jeugd of een bepaalde angst. Of ze weten niet wat ze willen. Wat is mijn volgende stap? Of ik voel dat ik eigenlijk iets anders moet doen. Dan gaan we vervolgens met die mensen aan de slag. Scannen en die trauma's en blokkades, beperkende overtuigingssystemen, maar ook relaties met anderen, alles is energie. Dus alles, iedereen zit aan elkaar verbonden. Maar ook als je kijkt naar, daar gaan we heel diep, maar entiteiten bijvoorbeeld, vorige levens, dat heeft er allemaal mee te maken. En dat zetten we om, want die energie is er. En als je die energie weghaalt, ontstaat er een vacuüm. Maar als je die energie omzet in liefde, terugstuurt naar waar het vandaan komt en vervolgens die ruimte opvult met een andere energie die helpvol is voor die persoon op het pad dat diegene bewandelt, dan is wat je doet is duurzaam, maar ook die energie gaat niet naar iemand anders toe. Nee, precies. Duurzaam. Ja, mooi. Ja, duurzaam. Zelfs die energie duurzaam gebruiken. Ja, niks meer. Mooi. Ja, nee, want even voor de duidelijkheid, ik heb dat helemaal niet in de inleiding gezegd. Dat is ook waarom je nu eventjes in Nederland bent. Dat is dus een uitzondering, want in principe woon en leef jij in Frankrijk, waar je Terra Nova hebt. Nou, dat is echt. Ik zat even te kijken. Het zal nog niet de 80 man zijn zoals je dat ooit had in de bouw. Maar dat is al een behoorlijke community aan het worden. Met allemaal mensen die op hun specialisatie zitten. Dat is niet alleen jij en je vrouw, maar dat is toch echt een heel collectief. Ja, we wonen daar met een mooie groep mensen. Ja. Het is niet. En af en toe komen er mensen over om daar een... Ja. Ja, nou ja, gelukkig niet af en toe. Ja, de afgelopen 2 maanden hebben we stilgelegen vanwege die lockdown. Ja. En die raakt allemaal. Want ik ben natuurlijk ook gewoon ondernemer. En social entrepreneur. Hè, wij ondernemen voor. We zeggen altijd, we hebben geen winstoogmerk. We verdienen wel geld, maar we hebben geen winstoogmerk. Maar een bewustwordingsoogmerk. We zijn hier op die ascensie, die transitie van 3 naar 5D te faciliteren. En we hebben eigenlijk 3 ondernemingen. We hebben hier in Nederland Bridgman Lichtwerkers Academie, waar we coaches in opleiden. In die methode zoals ik net uitlegde, die werkwijze. We hebben Human Potentials, waarmee we trainingen en bewustwordingstrainingen geven binnen het bedrijfsleven. We hebben Terra Nova, dat is ons centrum in Zuid-Frankrijk, waar een hele community van mensen die daar wonen en zeg maar in ongoing in proces zijn. En we hebben een stichting, Bridgman Foundation, Ambi Stichting, waar we allerlei projecten mee doen, zoals die film Stoppen met Vlees. Ja. We hebben jongeren projecten, dus jongeren transformatieprojecten. Mensen van ons gaan naar Lesbos om in die vluchtelingenkampen te helpen. En weet je, dus zeg maar, ja, het is best wel breed. Maar dat is ook omdat we het kunnen. Ja. En nou, mooi, hoor. De juiste mensen om ons heen hebben. Echt, echt, echt respect. 2 dingen. Om te beginnen. Dat wil ik even genoemd hebben, want ik vond dat. Wij hebben een heel leuk gesprek gehad voor jou. Niet zozeer voor jouw podcast, maar je had een summit waarbij mensen die jou volgden. Jij was mijn mystery guest. Ik was een mystery guest. En ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Sterker nog, heel veel mensen die later via Koekeroe zich melden, die vertelden ook van ik kom maar via Bridgman. Ja, toch. Leuk. En
het was voor mij een soort nieuwe term, maar het is ook omdat het nou ja, een soort van eigen term van jou is. Maar ik vond het toch mooi of zo. Jij zei op een gegeven moment tegen mij van, ja, dus jij bent ook een lichtwerker. Wat is een lichtwerker? Ja, mooie vraag. Voor mij is een lichtwerker iemand die eigenlijk hier gekomen is om een bijdrage te leveren aan dit proces. Ja. En vaak weten we het al op jonge leeftijd. Vaak heb je als kind ben je al een beetje anders, heb je bepaalde interesses of je weet heel goed wat je wil of juist helemaal niet. Je bent al over het algemeen wat meer bezig met recht en onrecht, met licht en donker. Veel lichtwerkers zien ook dingen die andere mensen niet zien of hebben bepaalde bijzondere ervaringen in hun jeugd gehad als kind. En het is een bepaalde... Kijk, uiteindelijk zijn we allemaal gelijk, hè? Dus het is niet een links of rechts. Maar het is een zielengroep die met een missie is gekomen. Eigenlijk, als je het helemaal karmisch gezien, zijn het ook mensen die nogal wat op hun kerfstok hebben vanuit het verleden. Heel lang geleden. En dat karma een soort van komen inruilen. En dan spelen nu de good guys. Je moet vooral oppassen als lichtwerker dat je niet het licht wordt. Hè? Dat je niet helemaal gaat zeggen, ik ben alleen maar licht en niet meer duister. Want we hebben ook hartstikke veel duisternis in ons. Ja. Wat we mogen transformeren. Maar dat zijn lichtwerkers. En wat je ziet is dat lichtwerkers, die worden vaak, gaan de hulpverlening in. In de zorg zijn er heel veel... healers, therapeuten, coaches, psychologen en psychiaters natuurlijk. Ook mensen die al met mensen werken. Maar ook mensen zoals jij bent in mijn ogen een lichtwerker. Bij de radio heb ik er zo... Ik heb mijn vriend Michael Pilacic en mijn vriend Patrick Kikken. Ja. Die zijn ook hartstikke lichtwerker. Ja. En die nou, misschien is dat ook wel... Want voor mij voelt dat nog vreemd. Maar daar had ik ook bijna een patroon erin in ontdekt. Ik had het daar nog met Charlie Lono's, ook DJ, maar net even op een andere manier over. Ja. En ergens voel je wel een soort van een overeenkomst in de zin van, nou ja, je maakt van niks iets en je wil het overbrengen. Maar zoals jij het nu schetst, is het eigenlijk wel veel, dan ligt het ineens heel dicht bij elkaar, Het ligt echt dicht bij elkaar. En het is ook mooi aan wat jullie doen, want jullie hebben al een enorme... Kijk, ik moest het allemaal zelf opbouwen. We kwamen terug uit Nederland, we hadden geen geld meer, we hadden niks. Ik was ook helemaal niet bekend, niemand wist wie ik was. En ik noem het nog steeds, ik heb dat van Martijn Aslander, die zei op een gegeven moment, ja, eigenlijk zijn we micro, hij is inmiddels macro, maar eigenlijk ben ik een soort micro-celebrity. Ik ben heel bekend, maar heel weinig mensen. Ja, maar goed, dat gaat erom wat je bereikt, of ik denk dat je heel veel mensen helpt. Maar als je al, het maakt ook verder niet uit, maar als je dus al zo'n enorm bereik hebt... Ja. En je gaat dit doen, wat jij nu ook aan het doen bent. Ja, dan kun je een fantastische bijdrage leveren, omdat je bereikt zoveel mensen, je hebt een bepaalde geloofwaardigheid. Ja, ik kan daar alleen maar heel enthousiast over worden. Maar je ziet het ook bij advocaten, hè? Je ziet het ook bij... Ik vind het wel grappig dat jij zegt van je hebt een bepaalde geloofwaardigheid. Want ik heb, maar misschien is dat meer angst vanuit mezelf, heel erg van wie ben ik om nu hiermee iets te doen. Om dit te gaan doen was al een stap, terwijl ik eigenlijk wel veel langer in mijn hoofd zat. Ja. Maar ja... Ik ben toch dat mannetje van de radio dat een paar slechte grappen maakt en band interviewt en zo. Dus voor mij voelt het juist eerder als een soort handicap en zou ik liever clean zijn begonnen. Maar ik snap ook wat je zegt met bereik, dat realiseer ik natuurlijk wel. Ja. Maar kijk, weet je, ik denk dat het belangrijk is en dat geldt voor elke lichtwerker of iedereen die zich hier laat. Ik vind ook wel, ik ben er ook een beetje van af aan het bewegen van die lichtwerkersterm, omdat het ook wel heel erg... Een hun wij. Een soort elite. Ik snap dat je dat niet bedoelt. Maar wat je ziet, kijk, dat verlangen om mensen te helpen, het verlangen om dit pad op te gaan, het verlangen om hiermee aan de slag te gaan, dat is ook niet op persoonsniveau, dat zit op zielsniveau. En als je dat vertrouwt, dat je ziel is hetgene wat je drijft, dan maakt het niet uit wie je bent. Nee. Dan maakt het ook niet uit wat je gedaan hebt in je leven so far. Nee. Dan maakt het alleen uit dat je die ziel... Want passie is de GPS van de ziel. Dus als je je passie volgt en je volgt je hart... dan kom je vanzelf daaruit waar je uit moet komen. En waar moet jij uiteindelijk uitkomen? Heb jij nog echt... Heb jij nog echt een soort doel? Of is het gewoon world domination met Terra Nova? Of heb je iets voor ogen? Ja, world domination van het licht. Nee, ik doe gewoon wat me passioneert. Ja, okay. En wat ik al zei, ik heb een aantal ondernemingen die zich daarmee bezighouden. Dat is natuurlijk ook dagelijks kost. En films maken, documentaires maken, dat breidt zich steeds verder uit. En gewoon... En mijn boek. Ik ben mijn eerste roman aan het schrijven. Oh, echt? Fictie?
Ja, fictie, ja. Oh, really? Ja, ja, dat wil ik al zo lang. Dat voelt al zo lang. En we gaan het ook hebben over je laatste boek. Ja. Maar eerst wil ik nog even, omdat we het zo over dit onderwerp hebben. Misschien heb je er ooit mee te maken gehad of niet. Of maakt het helemaal niet uit. Maar in hoeverre is het moeilijk dat... dat niet weer het ego het overneemt, zeg maar. Hè? Dus dan kan, en ja, alsnog kan je denken, ja, je doet goede dingen. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe, het is niet relevant. Is niet relevant? Nee. Lekker. Kijk, het ego neemt het altijd over. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment helemaal in het begin een soort vacuüm was. Een soort egoloze staat. En toen op een gegeven moment merkte ik dat mijn ego weer terugkwam, maar dan anders. Dat zei ik toen tegen mijn leraar, die zei, nou, ik ben blij dat je het ziet, want dit is wat er gebeurt. Elke keer als je je verder ontwikkelt, dan gaat het ego er weer een nieuw verhaaltje van maken. Je noemt het ook wel spiritueel ego. Ja. Maar het gaat erom, kijk, ik ben niet, niet mijn ego. Nee. Nee. En ik heb een ego en dat is een vervoersmiddel dat ik nodig heb om door tijd en ruimte te reizen. Ik kan dit leven niet ervaren zonder mijn ego, dat is onmogelijk. Daarbij is dat ego zo groot dat het een illusie is dat we dat ego ooit gaan ontstijgen. Zelfs al zou je, verlicht zijn en één zijn met alles, dan is dus ego is identificatie, als ik. Dan is het nog steeds een identificatie met het geheel. Dus ego is zo omvangrijk dat het is een illusie dat je daar ooit... Wat je wel kunt zeggen is, je hebt lager en hoger ego. Dus je hebt het ego wat for the good of me is, hè, wat naar binnen toe gericht is. En je hebt het ego wat naar buiten toe gericht is, for the good of all is. En je merkt dat naarmate je verder gaat, dat je ego steeds minder met het lichaam en met emoties en persoonlijkheidsstructuren gaat identificeren. En steeds meer met je ziel, hoger zelf, met je en met de eenheid. En daar merk je verschuiving in. En dan merk je dus ook dat alles wat bij een lage identificatie hoort, hè, hebberigheid, macht, controle, angstgebaseerd denken, dat is een lage identificatie. Dat gaat er steeds meer uit en je gaat steeds meer in een hogere identificatie. En dan ontwikkel je dus compassie, universele liefde. Je gaat je op een andere manier verbinden met anderen, wijsheid en noem maar op. Ja, ja. Maar het blijft ego. Ja. Mooi. Heel mooi. En ook verhelderend, verlichtend ook wel, als in minder zwaar. Maakt het dat, omdat het bijna inderdaad een soort onmogelijke strijd is, waarvan je ook zegt, let it go. Ja, hoeft ook niet het doel te zijn. Nee. Nee, want dat ik ook nog... ik heb je ook wel... lichter leven is een... is een van de... Een methode of een iets wat ik wel lees bij jouw dingen. En ik snap ook wel dat je dat wil. Dat wil iedereen. Maar ik hoorde ook, en ik sloeg daar wel een beetje op aan, dat ik dacht, de beste versie van jezelf. En ik heb bijvoorbeeld een gesprek gehad, dat vond ik toch ook interessant, met Marianne Donner. Die heeft het zelfverwoestingsboek geschreven. En dat is juist heel erg van, houd er eens een keer op met alles zo goed willen doen. En eigenlijk dus heel erg een beetje anti over de beste versie van jezelf. Maar ik kan hem nu al wat beter plaatsen eigenlijk door wat jij net zei. Ja, eigenlijk is de beste versie van jezelf ook niet heel gelukkig gekozen. Ik weet dat het hier en daar... Je zult het mij nu ook niet meer horen zeggen. Oké. Het gaat mij meer om de meest authentieke versie van jezelf. Ja, oké. Okay. Dus zo dicht mogelijk precies. Oké. Nee, oké, duidelijk. Er zit een bepaalde streberigheid in. Kijk, uiteindelijk gaat het om, en dan kom je ook weer terug op die Bridgman-methode. Ik zie de menselijke ascensie, of het nou een individu is of het collectief, als een luchtballon. En die luchtballon die gaat omhoog. Alleen er hangen zandzakken aan die luchtballon. En die zandzakken die wil je transformeren, want als die los zijn kun je opstijgen. Ja. Maar als er geen vuur is wat die ballon... als er geen vuur is wat hitte in die ballon voordat, dan gebeurt er ook niks. Nee. Dus je hebt ook je trilling te verhogen door bijvoorbeeld meditatie, yoga, sound healing, chakra initiaties, activaties. Ik ben dol op de activatie. Heb je Janos al wel eens gesproken? Nee. Fantastisch. Ja? Ja, fantastisch. Okay. Ja. Okay. En wat hij doet met geometrie, en het is echt briljant. Okay. Maar dat zijn dus dat is je trilling verhogen en tegelijkertijd je zandzakken transformeren op al die lagen, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dat is eigenlijk datgene waar ik voor sta. En mooie vergelijking, ja. Daar hebben we allerlei best practices bij gezocht. Het allerlei methoden en soms dingen zelf ontwikkeld en soms dingen aan elkaar gekoppeld. Ik heb één oefening, die heb ik een combinatie van iets wat ik ooit bij... Ik ben dus bij Tony Robbins geweest. Ik vind Tony Robbins deels leuk.
Maar deels ook, dat klinkt, oké. Maar daar zit een oefening uit de Advaita Vedanta, het non-dualisme uit India. En die hebben we samengevoegd. En daar ontstond zo'n mooie nieuwe werkvorm uit. Nou, dat zit er ook in. Ja, dus het is wel een hele unieke mix. Ja. Maar het gaat vooral om de structuur. Dus om de werkwijze die je hebt. Ga je ooit nog, want ik moest ook wel een beetje aan Tony Robbins denken toen ik wat filmpjes zag van hoe jij ooit een theatershow gehad hebt. Ja. Of verschillend eigenlijk. Is dat nog iets of zeg je van nou, ik zit nu lekker in Frankrijk, mensen komen maar daar naartoe? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb toen een keer een theatershow gedaan rondom het uitkomen van mijn boek Rust. En dat was wel leuk, maar ik heb ook wel ontdekt dat ik niet de meest... De vorm die ik toen koos was cabaret. En ik ben niet de meest getalenteerde cabaretier. Nee, okay. Dat heb ik wel ontdekt. Maar ik zag later ook nog een ander soort filmpje. Dat was volgens mij niet... Dit heb ik ook inderdaad gezien. En dat was veel... Daarom sla ik er ook op aan met Tony Robbins. Want daar voelde ik wel een beetje... staan, dansen. Of was dat wel deze? Ja, dat was weer ander. Dus we doen ook evenementen. Ja. Dan heb je x100 mensen in de zaal. En daar doen we... Daar zit een stuk teaching en een stuk transformatie in. Groepstransformatie. En dan kun je bijvoorbeeld ook wel muziek en dans gebruiken om de energie, de trilling omhoog te brengen. Ja. Maar gaat dat nog eens komen in Nederland? Of, Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik wil nu de komende tijd, was ik even klaar mee. En mijn team ook, merkte ik. We organiseerden het allemaal zelf. En dat is echt een peutwerk. Nou, dat is van nature nu al een beetje opgelost, kan ik je zeggen. Ja, dat is heel prettig geregeld. Ja. Nee, dus ik ben nu voornemens om gewoon kleinschalige workshops te gaan geven. Tot 50 mensen of zo de komende tijd. Ja. En het spijt me te moeten zeggen, want ik heb hem niet gelezen. Dit was een vrij last minute dat jij hier in Nederland was. En ik dacht, bam, ik grijp die kans. Ja. Maar dus ik heb je boek niet gelezen, Transformatie Coaching. Ja. Ik had hem als cadeautje voor je meegenomen. Ja, wat ga ik lezen? Nou ja, dit is de methode. Kijk, we hebben een methode ontwikkeld waarmee je jezelf kunt optimaliseren, kunt ontwikkelen. Maar we leiden natuurlijk ook coaches op, transformatiecoaches zoals we het noemen. Eigenlijk zijn het healers. En die methode die we hebben ontwikkeld, transformatief coachen, daar heb ik een boek over geschreven. En dat boek, dat geeft je eigenlijk die tools die ik net... Dat proces wat ik net omschreef, op die lagen en het zandzakken. En dat staat eigenlijk hierin omschreven voor coaches om het met cliënten te doen. En dat is een manier waarop ik het door kan geven. Datgene wat we ontdekt hebben. Via het boek kom ik al een heel eind. Ja, via het boek kom je al een heel eind. Oké. Okay. Ja, ik ben nu bezig een online cursus op te nemen. En die komt er ook aan. En we hebben ook de fysieke opleiding die deels in Nederland en deels in Frankrijk is. Ja. En over boeken gesproken, ik heb jou gevraagd, zoals ik iedereen vraag, en dat wordt al een hele mooie bibliotheek, want iedereen komt weer natuurlijk met andere suggesties, om 3 boeken die ergens in jouw reis van invloed zijn geweest of die je geraakt hebben. Of, ja. Ik ben benieuwd. Ja. In willekeurige volgorde, wat mij betreft. Ja, ik vond het een hele leuke vraag. Oké. Okay. Ja. Nou, kom maar op met het eerste boek. Ja, mijn eerste boek is een boek dat pakte ik toen ik een jaar of... Nou, ik denk nog steeds een jaar of 20, maar het kan ook eind tienerjaren zijn geweest. Uit de kast bij mijn ouders. Dat is het boek 1984 van George Orwell. Ah. En ik las dat boek en toen dacht ik... Oh, en in dat boek omschrijft Orwell de wereld. Hij omschrijft dat boek in de jaren 50. Hij omschrijft hoe de wereld in 1984... in 3 rijken is verdeeld met een elite die de boel aanstuurt en dan middenkader die net rijk genoeg gehouden wordt om niet te zeuren en net arm genoeg om altijd te moeten blijven werken. En daaronder volk, oorlogen die uitgevoerd worden in tussenrijken, een ministerie van waarheid die censuur en propaganda doet. En toen dacht ik van, ik had het boek uit, ik dacht, oh wat fijn dat de wereld niet zo geworden is als Orwell dacht. En toen ben ik gaan reflecteren erop, toen dacht ik, maar shit, de wereld is precies zo geworden als bijna Orwell wel, omschreven. Het is iets minder expliciet. En dat is ook de reden waarom ik ben nu een boek aan het schrijven. Dat heet 2044. En dat is zeg maar hetzelfde idee. Alleen dan als dit allemaal doorgaat. Oh, dat is de roman waar je het over had. Roman, wat gaaf. Als dit allemaal doorgaat, hoe ziet de wereld er dan uit in 2044? Ja. En wat voor keuzes kunnen we nu anders maken, waardoor onze werkelijkheid straks ook anders uitziet? Maar dat heb ik met 1984. Een van de boeken die mij ook heel veel gedaan hebben is het boek Ik Ben Zijn van Sri Nisargadatta Maharaj. En Nisargadatta Maharaj is een Indiaanse non-dualiteitsleraar, een Advaita Vedanta leraar. Mijn leraar Dingeman Boot is een directe leerling van hem. Okay. En daar heb ik,
ik heb zo verschrikkelijk veel aan het boek gehad als het gaat om het doorzien van die conditioneringslagen, van de illusie van afgescheidenheid en de nuance daarin. En terwijl ik het zeg, denk ik, oh, ik ga dat boek. Dat is een boek wat je eigenlijk je hele leven moet blijven lezen. Er is dus een Nederlandse vertaling van, begrijp ik ook. Als de je het zo Keers, ja, Ik Ben Zijn heet het. I Am That is de Engelse vertaling. En wat ik nog even over dat non-dualisme wil vragen. En ik, inmiddels ben ik er al iets wijzer in geworden, hoor. Maar ergens in mijn zoektocht en nou ja, allerlei dingen lezende, raakte ik eerst altijd een beetje van slag bij dat non-dualisme. Omdat er ook iets in zat waarvan ik dacht, ja, alsof het allemaal niet meer uitmaakt. Ja. En ik weiger dat aan te nemen. Of te weten, ik wil dat niet, want ik bedoel, je wil toch, je wil toch iets doen. Je wil goed leven. Ja, dan kan je echt letterlijk met je zak chips voor de tv blijven zitten of zo. Ja. Hoe? Nou, het is heel simpel. Kijk, het gaat ook Jeff Foster en andere neo-advertisten. Die propageren dat ook een beetje. Al vind ik Foster wel mooie dingen zeggen. Maar wat de gemiddelde non-dualist vergeet, en met alle respect, hè, want ik mensen als Paul Smit en Patrick Kikken, die zich daar zo. Dat waardeer ik waardeer Paul ook enorm als leraar. Nee, ik ook. En het geeft ook wel een soort rust, maar ook een soort. Het geeft ook rust. Ook, maar wat heel veel mensen die daarmee bezig zijn vergeten, is dat de oorspronkelijke non-dualisten. En dan heb je het over bijvoorbeeld zo'n cynisch Kadatta Maharaj. Die heeft heel hard gewerkt. En omschrijft hij ook in zijn boek, heel hard gewerkt om op het punt te komen dat hij het inzag. Ja. En als je die slag mist, dus je gaat zeg maar, nou, dat is goed. Hij heeft daar heel hard voor gewerkt, hij is op dat punt gekomen, alles is één, hè, er is geen dualisme. En als je dan zegt, nou, dan is dat mijn waarheid vanaf nu, dan heb je mentaal wel te pakken, maar je hebt niet op die andere laag. Je hebt het niet geïntegreerd. Dus het wordt een mentaal spelletje en het is een geloof in plaats van een ervaring. Ja. Wauw, een geloof in plaats van een ervaring. Nou, oké. Okay. Ja. Bam. Ja. Lekker man. Je bent echt goed in nou, niet alleen in. Bedankt. En het derde boek dan? Ja, wat is mijn derde boek ook alweer? Mijn derde boek was Timebender van Tijn Tauber. Ken je Tijn? Nee. Tijn Tauber niet? Nee, ja, de naam heb ik wel eens voorbij. Maar... Tijn is leuk. Tijn is een van de oprichters van Lois Lane. Okay. En destijds. En muzikant. Hij heeft ook de titelsong van Amsterdam geschreven destijds. Tijn is toen ondergedoken bij de Brahma Kumaris in de meditatie. Heeft hij 14 jaar als een soort yogi geleefd. Ja. En geeft heel veel meditatieles. Heel fijn mens. Hoe heet het boek ook alweer, zeg je? Timebender. Ja. Ja, hij heeft een aantal boeken geschreven. En Timebender gaat over Timebender, de man die de aarde komt redden. En die gaat eigenlijk over het doorzien van de illusie waar we met elkaar in leven. En ook de verbinding, weet je, we zijn allemaal. Iedereen weet inmiddels dat er in ons universum 8,8 miljard planeten zijn die bewoonbaar zijn. De NASA is daarmee gekomen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat er allerlei beschavingen zijn. En beschavingen die al veel eerder hier op aarde waren dan wij als mens. En hij weet dat op een hele manier, een mooie manier in dat boek te omschrijven. En ik heb veel met hem en ik heb ook veel met het boek. Nou, ik heb weer wat op mijn boekenlijst. Top. Tot slot, want ik zie dat we weer lekker lang aan het lullen zijn. Wat zijn jouw eigen rituelen? Gewoon even los van alle mooie dingen die je doet op Terra Nova. En nou ja, ik raad mensen vooral aan om op je site te kijken. Het komt nu allemaal weer helemaal op gang. Hè? Alle verschillende soorten retretes en dergelijke. Ja. Maar hoe ziet gewoon een gemiddelde dag in het leven van Robert eruit? Je staat op. Hoe laat? Gemiddeld, hè? Dat varieert heel erg. Dat varieert heel erg. Maar met de kinderen. En het ligt ook een beetje aan of ik les geef of niet. We hebben op Terra Nova elke ochtend meditatie. En die geef ik of die geef ik niet. Maar ik sta, ja, wat zal het tegenwoordig zijn? Ergens tussen, laten we 7 uur aanhouden. Ja, okay, 7 uur sta ik op. Ja. Ik heb een hele tijd eerder gedaan, maar ik vind het mooi. En 7 uur sta ik op, dan mediteer ik over het algemeen. En mediteren, wat voor soort meditatie, hoe lang? Mijn standaard beoefening is een half uur.
Vipassana meditatie, boeddhistische meditatievorm. Ja, dat is mijn, daar heb ik het meeste mee. Ja. Dus dat is wel echt, dat is, ja, om het zo maar even te zeggen, best wel moeilijk, ogen open en toch wel een beetje de classic, probeer aan niet te veel te denken. Nee, Vipassana meditatie is ogen dicht en kan ook met ogen open trouwens hoor. Maar is helemaal aanwezig zijn in het nu en aanwezig zijn bij alles wat zich voelt. Dus fysieke sensaties, emotionele sensaties, gedachten. Spirituele sensaties, maakt niet uit, geluiden die je hoort. Mm-hmm. Je daar bewust van zijn, maar ze voorbij laten gaan. Ja, ja, ja. En steeds weer terug naar het nu, steeds weer terug in die aanwezigheid. En dan gebruik je de adem voor als basisobject. Ja. En daardoor krijg je steeds dieper inzicht in hoe dat werkt. Hoe alles komt en gaat, hoe alles vergankelijk is in het fysieke, emotionele, mentale en uiteindelijk ook het spirituele. Dus dat is zeg maar mijn ochtendbeoefening. Ik sport veel, op dit moment 5 keer in de week. Maar goed, dat is niet altijd zo. Dat gaat ook met soms meer, soms minder. Ik zit nu in een hele mooie piek. Ik zorg dat ik... ontbijt doe ik wel of niet, maar ik heb natuurlijk kinderen. Ik heb 3 zoontjes, dus ik heb ontbijt te maken. Alles uit te pakken en vuilniszak en een hond die eten moet. En sport toch eventjes, sorry. Is dat de kracht? Is dat cardio? Ja, in principe kracht. Ja, dus we hebben een gym op Terranova. Nee, precies, maar we hebben iets ontdekt, dat heet T25. Dat is van een Amerikaanse Sean T, heet die. Okay. In 25 minuten train je helemaal suf. Daaromheen doe ik nog wat krachttraining. Maar dat is 5 keer per week en ik vind het echt helemaal te gek. Okay. En het werkt vreselijk goed. Wanneer ik kan, doe ik yoga. Wanneer ik kan, doe ik transformatiesessies, activaties. Je blijft zelf, je moet continu in ontwikkeling blijven, vind ik, als je dit vak doet of hebt. Lees je nog veel? Ja. Minder dan ik zou willen, maar ik lees en ik lees graag. En dan heb je nog bij de avond bepaalde rituelen voor het slapen gaan? Wat ik probeer is om in elk geval dankbaar te zijn voor 3 dingen die dag. Maar dat kan je gewoon liggend doen. Dat bedenk je gewoon, schrijf je niet op. Dat is gewoon. Dat komen. En ik kan ook metta sturen, dus liefde sturen naar mensen of gebeurtenissen. En alleen ik heb niet een officiële... Ik doe dat gewoon liggend. Dus ik heb in het verleden wel, daar ging ik ook zitten. Maar ik heb dat... het is allemaal wat... Oh. Weet je, dat is ook iets wat kinderen met je doen. Toen ik geen kinderen had, had ik een ochtendbeoefening van 1,5 uur. Ja. En dat ging ook makkelijk, want je kon heel vroeg opstaan. Er was niemand. En naarmate die jongetjes geboren werden, dan blijf je liever liggen. Ja. Zo simpel is het gewoon. Dan heb je van die kleine mannetjes bij je. Dus dat heeft het wel wat teruggebracht, denk ik. Daar ben je dan ook dus een ontspanner in. Dat is een beetje waar we het over hadden. Hè? Ook met het wat jij noemt, eerst was ik helemaal monnik en dronk ik helemaal niks. En nu kan ik dat combineren. Ja, wat ik zeg, misschien is dit ook wel weer knapper. Dat je gewoon wel die dankbaarheid hebt, maar er minder ritueel voor hebt, maar het wel echt doet. Ja. Ik ga er altijd vanuit dat we zijn geen mensen die spiritueel proberen te zijn. We zijn spiritueel wezen die een menselijke ervaring komt halen. En daar hoort alles bij. Ja. En ik sluit ook niets uit. En ik veroordeel ook niets. Ook niet als mensen een andere leefstijl hebben. Weet je, dat is oké. Okay. Het is allemaal ervaring. Ja. Maar dat vraag ik me wel af. Jij ziet ook wel. Kijk, we zitten. Dat zeg jij zelf in een, als het op spiritueel gezien, goede tijd. Mensen zijn er meer mee bezig dan bij ooit. Maar zie jij, zonder gelijk, wel een beetje waardeel eigenlijk, toch, om een waardeoordeel over te hebben. Wat zie jij gebeuren waarvan je toch in ieder geval je wenkbrauwen fronst? Zijn er dingen? Ja, ik ga vooral aan de bio-industrie. Ja. Er gebeuren hele nare dingen met kleine kinderen over de hele wereld. Ja. Ik heb ook last van vluchtelingenkampen en oorlogen in het algemeen. Maar ik bedoelde eigenlijk, maar ik vind wat doet mijn wenkbrauw voor? Ja, ik bedoel veel meer juist op spiritueel vlak. Want juist omdat jij die zoektocht, eigenlijk zou je kunnen zeggen, waar ik middenin zit, met alle verschillende leren en dingen gedaan heb, moeten er toch ook wel bepaalde onderwerpen zijn geweest of bepaalde methodes waarvan je dacht, voor mij in ieder geval. Is dat het totaal niet? Ja, zeker. En ik ben ook wel in sectes geweest. Hè? Dat je iets gaat onderzoeken en in één keer zit je in een secte. En mind control en dat soort dingen. Ik heb het al meegemaakt, ja. Ja, maar dat is ik heb daar wel heel veel aan gehad. Dat heeft me wel heel veel weer opgebracht ook. Ja, op het moment dat je daar weer uitkomt. Je leert daarvan. Ja. Ik heb daar niet echt een oordeel over. En ik denk ook dat we moeten oppassen. Eén, moet mensen hun processen gunnen.
En dus niet proberen om mensen mee te trekken die er helemaal niet aan toe zijn. En ik hoor zo vaak van collega's. Ik sta met heel veel collega's in contact. En ik hoor zo vaak van, ja, maar die doet het eigenlijk zo. En dat bevalt me niet. En wat hij doet, ja, eigenlijk kan dat niet. Ik denk, ja, doe nou niet. Want iedereen heeft zijn eigen publiek. Ja, ja. Iedereen heeft zijn eigen functie in het geheel. We zijn allemaal stukjes van een grote puzzel. Ja. En als de een zegt, ja, dit is de weg. En de ander zegt, ja, dat is de weg. En dat sluit niet op elkaar aan. Respecteer elkaar, weet je. Nee, fair. Heel fair. En nog eventjes in het rituele verhaal. Heb jij ooit aan affirmatiesachtig iets gedaan? Of doe je dat nog? Of, ja, doe ik veel. Ja. Ja. En ja, misschien is het te persoonlijk, maar ik vind dat altijd machtig mooi om te horen wat mensen hun mantra's zijn, of in ieder geval zinnen die in hun affirmatie staan. Zou je er eentje kunnen delen? Ja, ook wel meer. Ik gebruik affirmaties om visualisatie te ondersteunen. Visualisatie. Ik hoorde laatst, Richard de Let is ook bij jou geweest. Ik hoorde hem laatst zeggen in een andere podcast. We komen uit een tijd van eerst zien dan geloven. Maar we leven nu in een tijd van eerst geloven dan zien. Ik vond hem briljant. Dat is mooi, ja. Want dat is het. En visualiseren betekent dat je een plaatje maakt van iets wat je verlangt. En de kunst is om eerst het zielsverlangen te vinden. Dat het niet een lager ego-verlangen is, maar een zielsverlangen is. Daar maak je een plaatje van. En je voelt alsof het al zo is. En dat ondersteun je met een affirmatie. Eigenlijk is het fantaseren. Ja. Eigenlijk fantaseer je je. Nou, we hebben daar een gesprek gehad in die summit. Ja. Waar jij ook vertelde, jij fantaseerde dat je DJ was. Precies. En fuck, je hebt gewoon je eigen realiteit gecreëerd. Ja, en daar ben je. Echt. Ja. En maar dat is eigenlijk iets wat ik op alle lagen doe. En dat doe ik niet elke dag. Ik heb wat ik een droomboek noem. Daar heb ik mijn belangrijkste. Eén keer in de zoveel tijd ga ik zitten. Ga ik voelen. Wat is echt belangrijk voor me? Waar wil ik me op richten? Waar ben ik mee bezig? Wat wil ik creëren? En dan eigenlijk voor elk project wat ik heb. Dus of het nou een film is of een boek of een onderneming. Of of niet projecten zoals mijn gezin. Heb ik visualisatie. En die ook voor financiën. Weet je, ik heb op een gegeven moment geleerd dat als je bijvoorbeeld de affirmatie, ik ben dankbaar en gelukkig nu geld, via steeds meer kanalen in steeds grotere hoeveelheden continu bij me binnenstroomt. Als je die erin programmeert, dan heb je altijd genoeg geld. En dan hoef je daar niet meer over na te denken. Ja, dus ik ben dankbaar en gelukkig, ik zal het nog een keer zeggen. Ja. Nu geld via steeds meer kanalen in steeds grotere hoeveelheden continu bij me binnenstroomt. En maakt me niet uit waar het vandaan komt. Nee. Hè? Ja, goed. Nee, moet wel ethisch zijn. Maar, nee, ik snap het. En dus dat soort van affirmaties. Of ik ben dankbaar en gelukkig nu ik fit, gezond en energiek ben. Ik ben dankbaar en gelukkig nu. Nou ja, weet je, noem maar. Ja. Nou ja, en ik denk ook ik denk ook dat je heel dankbaar en gelukkig mag zijn. Ik vind het fantastisch. Nou ja, jouw levensverhaal so far. En ik denk dat de methode en je academie, of ik moet zeggen, hoe noem je Nova College? Wat is dat eigenlijk? Ja, academie. Een academie, ja. Dat alleen maar groeien is, maar dat is ook precies aan de hand. Ik vind het waanzinnig. Ik hoop echt, maar dat gaat gebeuren, want ik ga me dat nu voorstellen dat ik daar ooit een keer mag zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. Leuk. Ja. En fijn dat je even in Nederland was. Super dank voor je tijd. En ja, misschien is het een classic, maar ik ga het toch vragen. Hoe kijk je tegen de dood aan? Overgang. Het is een overgang. Het is een overgang. Weet je, ik vind het altijd wel een mooie vergelijking. Angst voor de dood. Iemand die angst voor de dood heeft, is eigenlijk hetzelfde als een baby die angst heeft voor de wereld na de baarmoeder. Het is een overgang in een nieuw bestaan. En ik ben niet bang voor de dood. Ik zal niet zeggen dat ik geen angst zal hebben als ik dood ga, maar dat is wat anders. Nee, ja. Maar het is een overgang. En ik werk, weet je, ik neem ook mensen waar die overleden zijn en die zijn er gewoon nog. En, ja, we mogen ons daar met z'n allen wat minder druk over maken. Ja. En wat minder angstig voor zijn. Het hoort erbij het leven. Robert Bridgman, een echte bruggenbouwer. Dus dat is mooi gekozen. Dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Dit was Koekeroe. Bedankt. Tot de volgende. Thanks.